Ja, kom maar. 1, 2. 1, 2. Kom. Woeie. Handje voor het kuttekje. Kom maar, kom maar. Kom maar. Ja. Ja. Hoi. Zo, ome Henk. Wat doe je gek vandaag? Vandaag ben je echt gekke Henk Daan. Nou, ik zal jullie uitleggen wat we gaan doen. We gaan een nieuw verhaal over de migratie beginnen. En wel, want daarom danste ik zo mooi daarnet. Dansend verhuizen. Ja? Dat gaat over de trompetkraanvogel. En dat is een zeer zeldzame vogel. Er zijn er niet echt veel meer van. Die broedt in de bossen van Canada en het noorden van de Verenigde Staten. Hij migreert ieder jaar zuidwaarts om de winter aan de kust van de Golf van Mexico door te brengen. Ja, die waarschijnlijk zo lekker zo met zijn vleugels wijd gaat hij dan zo aan het strand liggen. Heerlijk in het zonnetje. Ik zeg altijd trompetkraanvogel, je wel goed inventen met zeker iets van zonnecrème 50. Twee grote witte vogels springen met hun vleugels uitgestrekt in de lucht. Ze wippen op en neer, draaien rondjes om elkaar heen, strekken hun lange nekken en buigen dan hun kop. Het lijkt wel een gevederd ballet en hun hoge trompetroep klinkt als muziek. Al snel sluiten anderen zich aan bij dit concert. Dit zijn trompetkraanvogels. Wat doen oude trompetkraanvogels? Ze hebben zich verzameld in de moerassen langs de Golf van Mexico aan de zuidkust van de Verenigde Staten. Ze zijn in de herfst aangekomen en hebben hier de winter doorgebracht. Maar, nou het lente nadert, de lente nadert, is het tijd om te vertrekken. De dansers zijn een mannetje en een vrouwtje. Ze hebben al verschillende jaren samen genesteld en door deze dans blijven ze dicht bij elkaar. Ook andere kraanvogels dansen en ieder paar weet dat het tijd is om een nest te bouwen en een gezin te stichten. Maar eerst moeten ze terugkeren naar hun broedgebieden in het noorden. Met hun bijna anderhalve meter lengte zijn de trompetkraanvogels de grootste vogels van Noord-Amerika. En ze vormen ook een van de zeldzaamste soorten. In 1941 waren er nog maar 23 van hen. 23. Ja, hoeveel mannetjes en vrouwtjes zijn dat dan maar? Inclusief twee in de dierentuinen. Natuurbeschermers hebben hard gewerkt om ze te redden. En tegenwoordig leven er ongeveer weer 400 in het wild. Ook nog niet veel, maar vooruit. Ieder jaar migreren de kraanvogels tussen hun broedgebieden in het noorden van de Verenigde Staten en Canada en de gebieden waar ze overwinteren in het zuiden. Een reis van 4000 kilometer. Om jonge kraanvogels de weg te wijzen, daar moet je zijn, daarheen. Vliegen natuurbeschermers zelfs met ze mee in ultralichte vliegtuigjes. Als ze in het noorden zijn aangekomen, bouwen de kraanvogels hun nest in een wildbegroeid gebied in het midden van een bos. Hier brengen ze hun enig jong groot. Tegenwoordig is dit bos beschermd. Ieder jaar komen er meer kraanvogels bij en wordt de balletvoorstelling groter en mooier. Groter en mooier. Nou, dat was het voor vandaag. Ik dacht, laat ik maar weer een verhaaltje opnemen, want ik ga vandaag toch lekker niet naar buiten. Laat ik eens lekker binnen blijven. En morgen waarschijnlijk ook. Morgen blijf ik ook binnen. Dus ik zou zeggen, tot morgen!